100 jongeren waren woensdagmiddag naar de Zeelandnet studio's in Kamperland gekomen voor het jeugddebat van de PZC. Een forum bestaande uit de leraar van het jaar, Bas Remijn, Sylvain Ligier van de Jongerendenktank, gedeputeerde George van Heukelom en raccoon-bassist Stefan de Kroon discussieerden over thema's als is Zeeland saai, is er genoeg onderwijs en hebben zeeuwen een eigen identiteit. Er was een behoorlijke inbreng uit de zaal. Ik vind het helemaal niet saai in Zeeland. Ik heb het prima naar mijn zin. Ik zou er eigenlijk niet aan moeten denken om ergens anders te gaan wonen. Ja, er is gewoon genoeg te doen hier en gewoon geen reden om weg te gaan eigenlijk. Hoe moet je dan in godsnaam naar die discotheken komen? Dan heb je in principe toch helemaal niks. Ik vind de Zeeland wel saai. En er was ook nieuws. Het hele onderwijs loopt gevaar. In Zeeland of... Kijk, we krijgen ook nog een krimp. Die gaat nu op de basisscholen beginnen. Ja, dat zie je ook landelijk natuurlijk. Dat zal doorgaan naar het VO, het zal het MBO, het HBO treffen. Dus we zullen heel goed na moeten denken dat we de aantallen leerlingen hier houden. Dus het onderwijs loopt in Zeeland wel gevaar. Maar hadden de jongeren er zelf ook iets aan? Ik vond het zeker interessant. En ook best wel leerzaam eigenlijk. Maar ja, ik heb er niet zo super veel aan gehad. Ik heb veel ideeën gehoord, ook hoe andere mensen erover dachten. En ja, dat hou ik gewoon bij mezelf. En dan als ik nog veranderingen wil, ja, dan ga ik wel naar de gemeente toe. Nou ja, ik vond het wel belangrijk eigenlijk. Ik denk dat iedereen wel zo zijn mening heeft kunnen uiten. En ja, het is toch wel belangrijk wat de jongeren ook denken, zeg maar. Ja, het is wel goed om meningen van anderen, ja, jongeren ook te horen. En ja, wat ze er eigenlijk van vinden. Of Zeeland saai is, ja of nee. Want je hoort toch stellingen zo van, oh ja, daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. En dan hoor je toch van verschillende kanten van hoe het eigenlijk ook zou kunnen. Bijvoorbeeld met de jongerenraad, zeg maar, in Zeeland, dat ook veel beter kan. Dus ben ik wel blij dat ik hier aan deel heb genomen. Gedeputeerde George van Heukelom vindt het geweldig dat de PZC dit soort debatten organiseert. Ik zie steeds meer bij jullie ook debat van de ziekenhuiskwestie. Dat jullie als onze krant, hè, onze Zeeuwse krant, zich in het maatschappelijke debat gaan mengen. Geweldig. Zo'n beetje niet de rode hoed, maar dan de PZC-hoed in Zeeland. Vind ik heel goed.